Mijn naam is Rita van Driel. Ik werk als programmamanager gehandicapte sport bij NOC-NSF. Daarnaast ben ik bestuurslid bij het Internationaal Paralympisch Comité. Vanuit beide functies probeer ik zoveel mogelijk mensen met een handicap aan sport en bewegen te krijgen. Een column is mijn bijdrage aan de kracht van aangepaste sport. Deze tweede column gaat over sporters met gedragsstoornissen. Met gedragsstoornissen? Ook jullie hebben vast beelden bij de term gedragsstoornissen. En wellicht ook wel iemand voor ogen. Maar wanneer is gedrag eigenlijk normaal? Of wanneer is lastig gedrag normaal? En wanneer spreken we van gedragsproblemen of zelfs van gedragsstoornissen? Probleemgedrag is immers een normatief en subjectief begrip. De een ervaart bepaald gedrag als opstandig, terwijl de ander het als agressief aanduidt. Gedragsproblemen zijn in ieder geval lastig voor de jongere zelf, maar vooral ook voor zijn of haar omgeving. Gedragsproblemen komen 4 keer zo vaak voor bij jongens dan bij meisjes. Veel jongeren, 40%, vertonen wel eens probleemgedrag. Bij 5% is het chronisch en daarmee een gedragsstoornis. In totaal zitten er in Nederland 37.000 leerlingen op het speciaal basisonderwijs en ruim 29.000 leerlingen op het praktijkonderwijs, onder andere door gedragsproblemen. Daarnaast zitten er nog eens ruim 22.000 jongeren op het cluster 4 speciaal onderwijs, met onder andere ernstige gedragsstoornissen. Aan gedragsproblemen kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen. In veel gevallen is het een combinatie van factoren, van aanleg, deels, maar ook speelt de omgeving een belangrijke rol. Probleemgedrag kun je opsplitsen in 2 verschijningsvormen, internaliserend gedrag en externaliserend gedrag. Externaliserend gedrag is storend voor de ander en daarmee ook voor zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld als gevolg van ADHD. Internaliserend gedrag is gedrag waar hij of zij in stilte onder lijdt. Het gedrag is op de persoon zelf gericht, bijvoorbeeld als gevolg van autisme of een angststoornis. Dat is nogal wat, zo alles bij elkaar. En wat zou dat voor sport en bewegen betekenen? Kunnen deze jongeren wel sporten of bewegen? Moet dat in een aangepaste vorm? En hoe dan? Wat is een geschikte sport of beweegactiviteit? En hoe moet de omgeving eruit zien? En hoe zou vooral de begeleiding eruit moeten zien? Jongeren met gedragsstoornissen willen net zo graag sporten als anderen. En toch is sporten voor hen vaak niet vanzelfsprekend. En al helemaal niet bij een reguliere sportvereniging. Jongeren die op een sportvereniging probleemgedrag vertonen, worden heel vaak weggestuurd. Het probleem wordt daarmee niet opgelost, maar verplaatst. Werken met jongeren met gedragsproblemen is complex. Hoe kun je er zelf het best mee omgaan? Het belangrijkste is structuur aanbrengen. Structuur aanbrengen in tijd, in plaats en ruimte, in activiteiten, in materialen, maar vooral ook structuur bij jezelf. Nicole van den Dries van Karate School Goshinkan is iemand die als geen ander weet hoe dit werkt. Haar lessen gaan over grenzen herkennen en verkennen en voor jezelf opkomen. Alles staat of valt immers met zelfvertrouwen. En hoe krijg je dat? Door te weten wat je kan en dat uit te stralen. Hier oefenen ze dat door situaties na te bootsen. Bij Nicole traint ook Piet. Piet heeft een autistische stoornis. En als hij structuur mist en de touwtjes voor zijn gevoel niet in handen heeft, wordt hij angstig. Naar school gaan lukt niet. En zelfs thuis bij zijn ouders ging het 2 jaar geleden mis. En was de situatie onhoudbaar. Hij werd tijdelijk opgenomen in een jeugdkliniek. In de weekenden dat Piet naar huis mocht, trainde hij bij Goshinkan. In de zaal leerde Piet angsten te controleren en zijn boosheid kwijt te raken. De jongen kreeg zelfvertrouwen. Piet woont ondertussen weer thuis en draagt elke dinsdagavond stipt om 6 uur zijn witte karatepak met gele band. Dat is de kracht van aangepaste sport. Hier heeft het er ondertussen toe geleid dat jeugdzorg regelmatig jongeren naar Nicole stuurt. Daar een uurtje vechtsport soms meer impact heeft dan een uurtje praattherapie.
Psych Training Test Day, rij! En dan. Training Test Day, rij! Wat? Seven, stay.